Sterrenwacht Orion heeft een prachtige koepel op een prachtige locatie, maar geen werkende telescopen. Dit is de centrale meterkast. In 2011 is er dus op een gegeven moment een gat geboord met water en boorgruis. Dat is in de meterkast terechtgekomen en die heeft gezorgd voor heel veel schade in onze besturingssysteem voor de aansturing van de telescopen. De schade is zo groot dat de telescopen niet meer gebruikt kunnen worden. De telescopen die hier aan de zijkant zaten hebben we eraf gehaald, waar de 4 telescopen erop staan. Hier staat er nog een grote, want die is te zwaar om naar beneden toe te brengen. Het is een drama voor de vereniging. Belabberd. Eén woord. Ja, je kan buiten met je eigen telescoop gaan staan. Je kan thuis ook op het balkon. Dus dat, De vereniging klopt al sinds het begin van de problemen aan bij de gemeente. Die is namelijk eigenaar van het pand. Maar dat levert niks op. Het is zeker frustrerend omdat je namelijk met de gemeente zit die gewoon keihard blijft beweren dat er niks aan de hand is. Volgens mij hebben ze dopjes in de oren, want ze willen niks toegeven. Ze willen niet komen kijken. De gemeente zegt tegen NH dat de meterkast is gecontroleerd door gecertificeerde bedrijven. Maar volgens Sterrenwacht Orion zijn dat bedrijven die tegen de gemeente niet durven te zeggen wat er echt aan de hand is, uit angst om opdrachten mis te lopen. In de tussentijd is het improviseren. We hebben een hele enthousiaste vereniging. En dat moeten we zo houden. En daar hoort het uiteraard namelijk die telescopen horen daarbij. De vereniging is nu zelf bezig met een inzamelingsactie om een powerpack aan te schaffen. Dat is een soort accu om de telescopen weer te laten draaien. De kosten €20.000. Het is een dure grap, maar ze kunnen niet wachten tot het allemaal weer werkt. Heel blij. Nou, ik kijk maar naar mijn gezicht. Ja, als het straks weer draait. Maar daarom moet er ook even met de schouder rond om het te herstellen.